Ik denk dat de opleiding longziekte in het Catharines ziekenhuis zich onderscheidt, met name door de stage longoncologie. Die duurt tenminste 6 maanden, waarin de assistent eigenlijk heel veel patiënten met longkanker in alle stadia ziet. De eerste 2 jaar is interne geneeskunde als zijnde basis voor de ontwikkeling tot longarts. En de laatste 4 jaar die worden onderverdeeld in een afdelingsstage, consultenstage voor de kliniek in het ziekenhuis, oncologiestage. En het laatste half jaar kan gebruikt worden om je te verdiepen in een bepaalde delen van de longgeneeskunde waar je meer interesse in hebt. Met de modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen is er gelukkig meer nadruk gekomen op ook de algemene competenties die een dokter zich moet eigen maken. En ik denk met name de oncologie stage die leent zich daar natuurlijk bij uitstek voor. Daarnaast hebben we natuurlijk een rol als persoon waarbij we moeten communiceren met patiënten. Goed moeten communiceren met verpleegkundigen en ander personeel. Om niet alleen het medische kennis goed op peil te houden, maar ook het arts zijn als in de breedste zin van het woord. Dat kun je natuurlijk als opleider heel mooi observeren hoe een assistent dat doet. Dat is één. En de tweede kun je kijken naar de samenwerkingsaspecten. Oncologie is vaak multidisciplinaire behandeling, vooral in de longoncologie. Zo is er een multidisciplinair overleg over alle oncologiepatiënten die chemotherapie moeten gaan krijgen of opgaan voor een operatie. Daarbij zitten radiologen, alle longartsen, radiotherapeuten, cardiothoracale chirurgen bijeen om alle casuïstiek uitgebreid te bespreken. Om zo tot de beste oplossing te komen, de beste behandeling. En verder is het zo dat wij als afdeling longziekte het streven hebben om altijd een assistent in de opleiding te hebben die ook een promotieonderzoek doet. En dat is ons gelukkig de afgelopen, denk 14 jaar steeds gelukt. En daar zijn we bijzonder trots op.